In de nieuwe dertigdaagse kijken we hoe december verder gaat verlopen. En wat wordt het weer met de feestdagen? Kunnen we daar al iets over zeggen. En natuurlijk pakken we ook het eerste stukje van januari mee. En we beginnen met de weerkaarten van het Amerikaans model. We zien op maandag een depressie bij Schotland en Ierland. En lage drukgebieden bepalen het weerbeeld nog wel in de eerste helft van de week. Dat betekent dat we af en toe met regen te maken gaan krijgen en ook met een stroming uit westelijke richtingen. En de aangevoerde lucht is daardoor niet al te koud, is zelfs wat zacht voor de tijd van het jaar. Ook zien we in de tweede weekhelft duidelijk een hoge drukgebied opbouwen boven de oceaan. Met een uitloper richting onze omgeving. En die gaat ervoor zorgen dat het weerbeeld wat droger gaat worden in die tweede weekhelft. De stroming die blijft wel wat aan de west-noordwestelijke kant. En gaat later zelfs nog iets krimpen naar een meer westelijke richting. In de weerpluim kunnen we dat ook wel mooi zien. We zien eerst die hoge temperaturen aan het begin, zo rond de 10 graden. Dan halverwege de week gaat die temperatuur wat dalen als dat hoge drukgebied dichterbij gaat komen. Maar dan is er weer een periode dat die temperatuur waarschijnlijk omhoog gaat als die stroming weer wat meer naar west-zuidwest gaat. Aan het eind van de periode zien we dat de temperatuur wel weer gaat dalen. Waarschijnlijk krijgen we dan te maken met een noord-noordwestelijke stroming. En dat betekent ook dat de kans op wat winterse neerslag gaat toenemen. En de laatste zaterdag die u hier ziet staan in de pluim, dat is de zaterdag voor de kerstdagen. En misschien dat er dan toch af en toe eens een sneeuwbuitje gaat overtrekken. Ik sluit dat zeker niet uit op basis van die weerkaarten die ik nu kan bekijken. Laten we eens gaan kijken naar de luchtdrukafwijking voor de periode 18 tot 25 december. U zag net dat hoge drukgebied boven de oceaan. En we zien nog steeds een afwijking naar de hoge luchtdrukzijde op de periode 18 tot 25 december. Dat betekent dat hier waarschijnlijk iets van een hoge drukgebied ligt en dat de stroming dan alweer wat meer noordwest tot noord kan gaan worden. Ja, dan krijg je toch de aanvoer van koudere lucht en dat zien we ook heel duidelijk terug. We zien in die periode heel veel koude lucht nog steeds boven Scandinavië en het oosten van Europa, maar hier dan waarschijnlijk met die noordelijke stroming kan die koude lucht ook echt wel meer zuidelijk komen en ook in Zuid-Europa voelt het allemaal wat kouder aan waarschijnlijk in die periode. In onze omgeving is het rond Normaal, maar nogmaals, die koude lucht is dan wel heel dichtbij, dus het zou wel eens wat kouder kunnen gaan worden. Ook in de week 25 tot 1 januari zien we, 25 december tot 1 januari moet ik zeggen, zien we de hoge druk nog steeds boven de oceaan, weliswaar iets minder dominant. Maar het betekent nog steeds op basis van deze kaarten dat we toch nog wel een wat noordelijke stroming zullen hebben. En in de temperatuur zien we dat dan ook wel terug. De koude lucht boven Scandinavië kan nog steeds uitzakken richting het zuiden. En komt toch wel in de buurt van Nederland. Als er een neerslag valt, dan kunt u zich voorstellen dat er best wat winterse neerslag bij zit. We moeten er wel bij zeggen dat als we naar weerregimes kijken voor deze periode, dat het allemaal erg onzeker wordt en dat er niet echt een heel duidelijk dominant weerregime aanwezig is, waardoor we kunnen zeggen van nou het wordt echt een noordelijke stroming of een westelijke stroming, want het kan nog wel alle kanten op, maar meest waarschijnlijk op basis van de huidige weerkaarten is toch wel dat die stroming wat noordelijk blijft en die koude lucht aanvoert. Wat betekent dat voor de neerslag? Nou, eerst maar weer eens de week van 18 tot 25 december. Dan zien we heel duidelijk dat het boven de oceaan heel droog is. Geen depressies hier, dat klopt ook wel, want we zien dat hoge drukgebied aan liggen. En in de omgeving van Nederland zien we niet echt een afwijking van betekenis. En dat houdt dan toch een beetje de deur open voor af en toe wat buienactiviteit vanuit het noorden. Neerslaghoeveelheden die worden rond normaal verwacht dan in die tijd. En ook in de week van 25 december tot en met 1 januari zien we dat die kans op wat buien vanuit het noorden nog steeds aanwezig is. Sommige delen krijgen zelfs wat meer neerslag, is de verwachting. Hoe gaan we dat dan samenvatten? Nou, als volgt. Normaal december weer. Want zo zou ik het toch wel willen noemen. Want er kan best eens een winterse bui vallen, natuurlijk in december. Temperatuur kan ook best wel eens onder het vriespunt duiken. Dat is allemaal niet vreemd. En soms zit er ook gewoon een mooie dag tussen. Dus normaal december weer. Veel onzekerheid aan het einde van de maand in de weerkaarten. En echt duidelijk, overtuigend weerregime zit er niet tussen. Dus het is ook een beetje koffiedik kijken, toch wel welke kant het opgaat. En waar ik het nog niet over gehad heb, dat is dat er ook signalen zijn voor de opwarming van de stratosfeer en dat moet dan ergens begin januari gaan gebeuren. En dat kan wel eens een signaal zijn dat het later in januari echt wat kouder gaat worden, want die twee systemen, opwarming van de stratosfeer, kan uiteindelijk leiden tot een kouuitval vanuit het noorden in onze omgeving. Het zijn de eerste signalen, ik ga er nog niet al te ver op in. Ik ga het wel in de gaten houden. Volgende week kom ik daar ongetwijfeld op terug. En het wil ook niet altijd zeggen dat het kouder wordt, want het kan net zo goed ertoe leiden dat het juist in Noord-Amerika of in het noorden van Azië kouder wordt. Maar het is wel een signaal om in de gaten te houden. En tot die tijd gaan we het dus doen met normaal december weer. Nog een fijne dag.